hele goede middag allemaal. Het is nu 4:30 in de middag, wat jullie kunnen zien op de klok. Mijn man is even bezig met de post. Heel even. Heel even. Hoeveel straten moet je nog? Drie straten. Oh, dat gaat wel lukken. Ja. En ik heb al even eten voor hem even neergezet dat hij dus die mee kan nemen voor zijn werk. Ja, de man des huizes. Ja, de man des huizes, ja. Wat? Dan doe je die aan de zijkant. Kijk. Nee. Ja. Gaat netjes erin. Ja, maar schat, mag ik even wat laten zien? Heel even. Kijk. Dan gaan we weer terug. Wat ik dus altijd deed, is dit. Ja. En dan die hier ook. Ja. En dan kun je dus weer hier al eigenlijk een halve straat neerknallen hier. Ja, dit zijn drie straten. Ja, dus, sluik. Liever zo, dan is het op volgorde. Oké, nou ja, is goed hoor, sorry hoor. Ik wist niet dat je kwaad werd. Nee, dat word ik ook niet. Maar hoe was het op school? Prut. Alle vervelende kinderen. Allemaal schreeuwen door elkaar. Niet willen eten, niet willen luisteren. Ja. Oh nee, klopt niet helemaal. Ze wilden prima luisteren, waren heel lief. En dan zal ik mijn spelletje meedoen. Ja. Heel verrassend. En er was een nieuwe collega. Ja. Een nieuwe collega. En die is er nog steeds. Ja, dat is leuk. Die gaat nu maar een proef draaien. Dus dat is wel leuk. Mooi. Ja. Denk je dat en dat het een blijver is? Ja, daar vandaar die maar een proef draaien. Hè. Kijken of het aan beide kanten klikt. Nou, ik hoop het. Dus ja, het zou leuk zijn. Mooi zo. En we gaan even kijken bij de diertjes. Ja, we gaan even kijken bij de diertjes. Ja, zie je zeker. Hey, halt. Magda. Mag jij daar? Eigenlijk niet, hè? Nee. Op het gras van huis. En hier al liggen er weer twee. Dames lopen op het balkon. Ja, kwispel. Hey, hi. Jij wil niet open op de vlog, hè, komen? Jij wil niet open op de vlog komen, hè? Op de vlog! Nee hoor, dacht ik al. Scheld weer. Hé? Hey. Nee. Nee, sommige mensen willen dat helaas niet. Nee. Precies. Maar het is wel grappig. Grappig, joh. Alles is grappig. Heel leuk. Ja, mauw! Kind, ik heb de hele dierentuin buiten. Ja, en dan wat moet jij, kleine? Zo, ik ga me zelf eventjes aan bestikkeren, mag dat? Ja, dus ga jij eens maar zitten dan. Wat is het dan? Jij bent lief. Maar je hebt een heel hoog knuffel gehaald, wist je dat? Je hebt een heel hoog. Ja, de. Dat hoeft nou weer net niet. Nee, dat hoeft nou wel weer net niet. Nee. Is dit fijn? Is dat fijn? Kom maar liggen dan. Nee, ga lekker liggen dan. Wat is er dan? Je bent lief. Nee, ik krijg ook helemaal geen aandacht. Nee, ik krijg ook helemaal niet.
Is dat leuk? Hey. Oh, lekker hammetjes. Kom hier, ga daar liggen dan. Ga daar liggen. Kleine verpest, dat is leuk. Ja, maar ik krijg ook nooit aandacht, zeg maar, hè. Zo, ja. En ik ga weer een vlekken naar binnen met jullie, hè boels. Ja, en toen zat ik weer op de bank. Lekker. Eventjes, nog eventjes hierop zitten. En dan als mijn mannetje zo meteen naar zijn werk gaat, dan ga ik eventjes nog even lekker op bed liggen. Eventjes weer bijkomen. Van wat? Ja. Schiet mij maar lek, maar ik weet het niet. Goedemiddag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe buikwandcorrectie dagboek. Het is vandaag donderdag 20 september. Het is 16:35. Ja. Mijn mannetje is dus nu nog even met post bezig en ik zit eventjes op de bank. En ik ben moe. Dat is gewoon waarschijnlijk van de wachten, spanning, wat er in mijn lichaam rondgiert. Dus ja, ik heb gisteren gebeld, maar ze konden nog geen exacte, helemaal nog geen datum geven. Ik wil gewoon een datum hebben, dan kan ik daar weer naartoe lezen, want dit is ook niks. Maar ik heb wel gisteren gezegd dat ik gewoon elke week bel, dus het wordt elke woensdag bellen, toch? Ja. Woensdag bellen. Ja, een woensdag beldag is ook leuk. Ja, elke woensdag een beldag inplannen is leuk. Ja, maar dat ga ik gewoon doen en dat weten ze, dus dat vinden ze ook helemaal niet erg. Toen zei ze van, je hebt nog groot gelijk ook, zowat, in die buurt. Dus ja, ik ga gewoon elke week bellen. Joe, dat ik een beetje omhoog blijf. In mijn, ja, misschien dat er iemand uitvalt, eigenlijk hoop ik het. Dat er iemand ziek wordt en dat ik dan op de OK kom, ja. Maar er zijn wel meerdere mensen die dus op zo'n lijst staan, die dus sneller geholpen willen worden. Dus ja. Nee, maar als straks mijn ventje dus naar zijn werk toe gaat, dan ga ik even lekker op bed liggen. Dat weet hij, onderhand van mij. Dat vindt hij ook helemaal niet erg. Wat? Nee, hij vindt het dan niet erg. En dan zodra ik wakker word, dan ga ik hem bellen. Dat weet hij ook. Dus ja, ik ben een beetje gewoon futloos. School loopt niet lekker. Ja, nou ja. Het loopt wel lekker, maar de kinderen zijn een beetje ontspoord. Ja. Maar ja. Mijn emotie, dat zit ergens, weet ik veel, daar of zo. Dus ja, scheelt ook weer nat. Dus, hoop, spanning, bruiloft. Maar dit gaat over mijn buikwand. Ja. Dus. Maar ik hou jullie zeker op de hoogte. Het is mooi dat hij mooi rond is. Ik heb nog iets wat zo mooi rond is. Het zal wel. Een driehoek zeker. Ja, oké. Okay. Tuurlijk. Ja. Ja. En wat gaat er? Ja, tuurlijk. Gaan we lekker zwart wezen, joh. Nou, niet? Nou, oké. Okay, ook goed. Ja, ijsdraad. Ja, joh. Ga lekker met je ijsdraadje verder, hè? Ja, precies. Eens even kijken, waar gaan we verder? En zo doen we dat dus ook voor op onze bruiloft. Oh ja, is dat zo? Dat is mooi. Wist ik nog niet. Oud nieuws. Oh nee, nieuw nieuws nu. Want daar was geen geluid. Nee, hier nu wel. Schandalig. Ja. Nou, opschieten dat ding of zo. Oh ja, ik moet weer even wat afhalen. Klopt.
Ja. En zo eerlijk zijn we niet. Nee. Kijk. Tak. En die haal ik eruit. Ja, precies. Mag dat niet? Nee. Ja, maar blijkbaar niet, maar ik doe het wel. Dat getik, dat gaat eruit. Nou, zo eerlijk zijn we dus. En dat we dus heel veel ervan afhalen. Mm-hmm. Even kijken wat ik hier al voor heb. Voor. Zo, even zo. Wat gaan we nou doen? Duur overgang. Nee, we gaan even lekker naar effecten. Tralali, waar hadden we dat ook weer? Schablonen zeker, hè? Ja, schablonen. Kijk, dat is leuk. Nee, ik moet gewoon weer even niet de lijst weggeven. Ja. Hé, fijn, dan zie ik weer eens wat. Even kijken, wat hebben we nog meer? Vliegen, die is leuk. Ja, we gaan lekker vliegen. Vliegen met Karen en Roderick. Kijk, dat is leuk. Hey, maar toen waren we nog steeds bezig met knutselen. Ja. Ja. Nou, mooi, mooi, mooi. Hij is niet mooi rond. Nee, het scheelt weer, jammer. Helaas, pinnekaars. Nou, dit was alweer eventjes knutselen met Karin. Volgende keer. Heb je nog vragen? Laat het even hieronder weten. Dan maak ik misschien weer eens binnenkort iets anders. Ik zeg stop. Ja, dank u. Die en die. Nou, even kijken hoe we dat weer gaan doen. Top, dank u. Jij gaat weg. En dan bedankt. Ja. Ja. Voor het kijken. Gaan we weer wat kleiner. Lijkt me handig. Nee. Zo. Bedankt voor het kijken. Ja. Opslaan. Slaan op. Even kijken naar. Nee. Naar. Deze. Vlog. Vind ik nou leuk hoe ik een vlog in elkaar bouw? Vooral een duimpje omhoog. Op deze manier dus. Op deze manier. Precies. Bestand. Nog een keer opslaan. Dan gaan we naar bestand. En dan veel meer exporteren. Fios, AVI. Dan gaan we gewoon even naar bureaublad opslaan. Dat lijkt me even handig nu. Knutselvlog. Ja, opslaan. Op elkaar. Ja! Top! En nu? Nou, nu niks. Niks. Nee. Nog 30 seconden en dan gaat deze op 3 oktober online. 25 seconden, ja ja. Net was het 22 seconden, 9, ja oké. Okay. 17, 15. 6, 4. 3, 2, circa, hè, mensen, circa, ja. Circa 1 seconde. En deze is nog 22, dus die moet nog even. Spannend. Ja, heel spannend. Oeh, de giftbox. Oeh, spanny. Te dichtbij dat. Nee. Goedenavond allemaal. Ja, het is nu al 1:01 in de nacht. Ja. Wij gaan deze vlog afsluiten. Rodi is behoorlijk moe, maar dat is ook een beetje zijn eigen schuld. Ja, zijn eigen schuld. Eigen schuld. Eigen schuld. Nee, wel niet. Wel eigen schuld. Nee, niet mijn. Jij blijft plakken. Jij blijft plakken. Ik ben bij mijn werk. Ja, maar jij blijft Arbeider. Plakken. Plakken? Plak op je werk. Ja, plak, plak, plak. Ja, maar wij gaan deze vlog afsluiten. Vond je deze vlog nou leuk? Zonder eigenlijk hem er heel weinig in.
Nee, maar je moet wat meer inkomen, weet je. Ik zou zeggen, doe die blauwe duim omhoog. Abonneer. En deel ons YouTube kanaal op je sociale media, Instagram, Facebook, etc. Shoutout naar ons, ook leuk. Krijg je hem ook weer terug. Altijd stop. En laat een leuke reactie achter. We zouden zeggen, dank jullie wel. En tot morgen maar weer. Doei.